Waar het AB Zimmer op kracht gaat staan. Waarom wij aan de standaard toeklassen gaan beginnen met de zorg van de Spaanse Delen. Dan staat er ook een schoolderde. En dan weet ik al proefdrek 3,6 supersports bij de combinatie Proud Eagle. De klasse die je stoot, niet in de maat op de manier uit de vorm komt. Maar hopelijk gaat dat hier alles in opvoeden. En we gaan rijden van deze 14-5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 -
In Gelderland. Ja, dat is natuurlijk ook nog wel een keer iets. Dus als de knapste eerst gaat staan, gaan we even proberen hier een kleine wave. Zo heel klein, hè? Morgen doen we dat helemaal maximaal. Hier vandaan tellen we hem af zo. En dan gaat hij over de TV Gelderland. Dan komen we volgend jaar allemaal een half uur in. En dan gaan alle nieuwe mensen die hier ook naartoe willen komen, kunnen dan in ieder geval ook een plekje vinden. Dat is long. En hiervoor hebben wij, liefhebbers, de combinatie van Berghoff. Een schitterende zilverkleurige machine die hier ingezet wordt. En ik hoop natuurlijk met u straks weer op zo'n hele fraaie linie. Waarbij dan het frame. Laag hebben we hem. Een beetje helpt met een stukje roteren. Kijk, daar komen die voorwieltjes los. Hier vliegt met een stijve frame die zo heel gemakkelijk toneert. Nou, een stijve frame of iets minder bij kaas, dat zouden we ook kunnen. Maar hij trekt voorlopig wel eventjes heel mooi over die voetballijn. En zit het daar kuurlijk. We gaan het zien. Tak, we gaan erbij maken. En aan deze kant is de baan weer perfect glad gemaakt. Het is vlak, zou ik bijna willen zeggen. Het is de Ronald, zoek je de caravan? Zoek je de caravan of niet? Nou, voor de rijders onder de achterdacht. De DAF. Afkomst vanuit Scherpenzeel. Van Berghoff. Van Berghoff. Ja, en als je het moet veranderen tegen dat caravan dat ik gezien heb. Ja, voor een vlagstaart. Dan zou je zeggen, moet je er niet uitkomen, maar... Kijk wat hier mooi gebeurt. Kijk eens even. Heel rustig, vanzelf te zeker. Voor dat de boy aan deze kant van dit meentje. Dan maak je bij mij uit dat ik er zelf op. Oh ja, maar 100 voor echt. Dan had ik nou net gehoord, want ik hou het altijd wat ruim. Oh ja, waarom zou ik 2 meter verkeerd zitten? Ik hou het altijd een beetje ruim aan. 105,95. Wat denk je ervan, Marcel? Hier kan de oude Kemmer. Hij is hier zo volgeladen, is een prachtige vordering. Oude Groningen. Kan ik zo'n verband op de route. Op de allergrootste mee en dan is 105,22 een wankel evenwicht. Wie was de voor Stefan de favoriete van hier? Die hebben we niet. Ja, natuurlijk, je hebt hadden met de doodverder zijn favoriete. Geen jaar of zo moeten winnen, maar het dus hij wordt gezet. Stef Bikes op de win. Want hier komt de winnaar van Spot. Ik had hem aan deze kant graag voorbij zien komen, maar wel zwaar buiten. Dat doet hij ook. Ja, nee. Ja, maar je begrijpt het wel. Ja. Maar helaas blijkt daar dus toch niet... Draai je nog steeds naar huis of niet? Dankjewel. Het is op centimeters, want als je eerst maar meegaat in die finale, dan beginnen we weer op een schone lijn. Dan beginnen we weer opnieuw, Bram. En wie hier gaat er niet aankomen? Gaan wij kijken naar het eerste optreden van Henk Vlaagstuin, die morgen ook nog van zich zal laten horen. Ja. Die speelt voor het eerst met die kleine monitor. Thank you.
komen wordt het eigenlijk steeds zwaarder. En ik zie de beginvlakken dat er weer rood op gaan. Ja, 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 ja. Als het gaat om de versnelling, is dat vergelijkbaar aan zojuist die van de Brinkhof? Gaat dit gevoelsmatig ietsje ik durf dat dan helemaal zeggen. Het is altijd lastig in de eerste meters. Ja, en weet je wat ook veel belangrijker is? Ja. Je gaat het straks al aan. Die optreksnelheid van die wielen is niet zo belangrijk, maar het contact met die baan moet ze hebben. Ja. En daar hangt het betekenen. Oh, wat hangt die ding? Ja. Hij gaat daar gewoon. Maar jouw kant is, ja, hier een tweede groep. Ik weet dat wij in de punt en hebben hem nog gewinnen. Ja, ik heb het. En op de eerste in de finale. Combinatie Brett Robbins gaat die dan in zijn seizoensoverwinning pakken. Niet zo ontzettend, op maar 3-0 in de finale. Want de rest van die kan niet in de kom. De Roet heeft een van de brug al voor gezorgd. Kijk naar die lampjes in de spannen. 2, 3, 4. Bijna uit de mond opsterkte. Komt ie! Op de Roet en 2, 3, 4. Net waar niet. En dat zou natuurlijk wel schoonheid te rollen. Is het in een zwaar vent gesponsord strijdtoneel. Hier ook uiteindelijk een vent die zegen viert. Die had gewoon dat laatste zetje in zijn rug van die sponsoring. Dat had hij gewoon even nodig om tot de eerste seizoensoverwinning te komen. En daarmee zijn leidende positie in het klassement nog verder uit te bouwen. Maar een andere conclusie is dat na de vrijdagavond 3,6 supersport hier in Kroeger niet mogelijk.